Het InScience Filmfestival is vandaag weer van start gegaan in Nijmegen. Het internationale filmfestival biedt een podium voor de beste wetenschapsfilms van het jaar. Naast de reguliere wetenschapsfilms die worden getoond, staat dit jaar het thema taal centraal. Het filmfestival biedt daarom een extra programma rondom taal. We zijn heel druk in de weer geweest met vragen als hoe leren kinderen taal, hoe werkt meertaligheid, hoe kan het dat we meerdere talen spreken, maar ook wat is filmtaal natuurlijk. We hebben heel bijzondere gasten die uit Amerika overkomen. Dat zijn Jesse en David Peterson. En die maken neptalen voor films. Die hebben onder andere voor Dune Part 2, die nu in de bioscoop draait, hebben zij de neptalen gemaakt. Er zitten heel veel mooie verhalen in wetenschap. En ik denk vaak als we het over wetenschap hebben, dan gaat het over feiten, over cijfers, over onderzoeken. En dat voelt voor veel mensen als een heel ver van hun bedshow. Maar eigenlijk zit de wetenschap ook vol mooie verhalen. En ik denk dat ons festival heel erg draait om hoe kunnen we die verhalen ook naar mensen brengen. En dan kun je een artikel vol cijfers lezen, maar je kunt ook met z'n allen in de bioscoop zitten en een meegetrokken worden in het verhaal. En daar komen dan ook emoties bij kijken. Dan denk je ook, oh, wat doet het eigenlijk met me? Wat vind ik hier eigenlijk van? En dat levert ook hele mooie gesprekken op. Tijdens het InScience Filmfestival worden ook verschillende prijzen uitgereikt. Zondag worden de winnaars van de NTR Audience Award, Short Science Stories Award en de International Grand Jury Award bekendgemaakt. Ook reikt InScience de Klokhuiswetenschapsprijs uit.